Hoe krijg je nou relevant verkeer op je website? Hoe zorg je er nou voor dat je bezoekers op je website krijgt waarvan je denkt, hé, hey, die zijn ook nuttig? Want een van de grootste misvattingen, als je het mij vraagt, is dat social media nieuwe klanten oplevert. Uh, social media zorgt in mijn beleving vooral voor zichtbaarheid. En laat me eventjes de dingen uiteenzetten in deze video, waarin ik je eigenlijk uitleg, hé, hey, als je het op deze manier doet, heb je waarschijnlijk relevantere bezoekers dan als je het op die manier doet. En het komt eigenlijk terug bij één basisding, en dat is je website. En je website is belangrijk. Waarom? De website heb je zelf. Een website is van jou. Een website is jouw ding. Jij bepaalt wat hierop staat, jij bepaalt hoe die werkt, jij bepaalt wat mensen daarop kunnen vinden. Toch? Dat is je website. Social media heb je geen controle over. Social media is niet van jou, je hebt er een account, je hebt er een profiel, je kunt gratis misschien posten, je kunt misschien dingen delen, je volgers informeren. Maar als een social media platform zegt, hé, hey, we veranderen de regels, of hé, hey, we blokkeren je account, of, hey, dan ben je machteloos. En dat, die organisaties zijn te groot om even te bellen, hé, hey, Instagram, zeg, ik zat net even op mijn profiel en ik zie dat die geblokkeerd is, ik kan je hem eventjes resetten, want het was een foutje. Ze nemen niet op, ze reageren niet en ze behandelen je bezwaar al helemaal niet. Dus... Social media is leuk. Hè? We gaan het eventjes hebben over traffic in deze video. Traffic. Social media. Hè? Social media. Dat is eigenlijk één manier waarop je verkeer kunt krijgen. Een andere manier die we hebben zijn. Hè? Ik noem het even. SEO, zoekmachine. Als jij zorgt dat je een website hebt die gewoon heel goed is qua kennis, qua informatie, qua... ...ja, het vakgebied waarin je in zit... ...dan zorg je dus met de juiste zoekmachine optimalisatie... ...en dat is helemaal niet ingewikkeld... ...dat jij dus doorlopende stroom van verkeer hebt... ...doorlopende stroom van bezoekers hebt... ...naar jouw website. Hoef je geen post voor te doen. Hoef je geen communityrichtlijn voor te schenden... ...want dat verkeer komt toch al op die pagina... ...omdat je waardevolle informatie deelt. Dus omdat je die waardevolle informatie deelt... ...komen die mensen op je website. Hoef je geen advertenties voor te plaatsen, helemaal niks... Breng me meteen op de volgende. Nummer drie zijn inderdaad advertenties. En die heb je tweeledig, vind ik altijd. Je hebt advertenties op social media en je hebt advertenties in de zoekmachine. De grap is: in een zoekmachine, en dat heb je misschien zelf ook, zoek je heel gericht bij datgene wat je wilt weten. Dus bijvoorbeeld, ik noem even iets simpels: hoe kort ik mijn broek in? Je noem maar iets hè, ja, mijn broek is te lang, is van mijn pak of weet ik veel wat. En ik wil mijn broek inkorten, hoe kort ik mijn broek in? Een hele relevante, gerichte zoekopdracht. Als je met, die, met datzelfde onderwerp zou adverteren op social media of een post zou maken op social media met kijk, zo kort je een broek in. Ja, dan heb je waarschijnlijk een hele kleine groep mensen die daar langs scrollen en denken, oh, dit wilde ik altijd al weten, laat ik eens even kijken. En dan hebben ze misschien niet eens een broek die ingekort moet worden. Maar degene die hier zoekt in de zoekmachine, en die komt een advertentie tegen. Hè, laat ik hier even bijzetten, zoekmachine. Dat is relevant. Die denkt, hé, dat is relevant, goede advertentie, ik klik door naar die website. Of, zeg ik meteen bij, naar een landingspagina of een opt-in of een landing. Of misschien wel meteen een sales. En als je afvraagt, hé Timo, deze drie, uh, hoe zit dat, kan je het even uitleggen? Moet je even de andere video kijken, want daarin leg ik de opt-in, de landingspagina en de salespagina uit. Maar in deze video houden we het eventjes bij de, het verkeer krijgen op je website. Dus die advertentie kan je heel makkelijk naar een van die drie sturen. Natuurlijk ook wel naar je homepage, maar je wilt het liefst dat die zoekopdracht die ze hier hebben zo goed mogelijk aansluit. En vaak kan je dat met een goede landingspagina uh, dekkend maken, hè? want niet jouw hele website gaat over het inkorten van die broek seo zoekmachine idem dito. Als je hier een heel duidelijk artikel hebt over hoe je een broek moet inkorten en die is uh, to the point, praktisch, met misschien nog een videootje en een afbeelding en die maakt het heel duidelijk hoe je dat moet doen, dan klikken mensen hierop en dan komen ze ook misschien op die landingspagina terecht, waardoor ze in één keer denken: hé, hey, dit is waardevol, hier kan ik wel wat mee. Ook als het waardevol is, dan ziet Google dat. Dus die heeft op een gegeven moment door: hé, hey, mensen klikken erop, ze blijven lang op die pagina, ze klikken misschien nog door. Dit is een goede pagina. Ik laat die hoog scoren. In plaats van ze komen erop terecht en binnen twee seconden klikken ze weer terug. Dan ben je geen goede pagina. Hetzelfde geldt voor je advertenties. Je kunt hier wel een advertentie hebben, maar als die pagina niet klopt of je stuurt ze standaard naar de homepagina en mensen moeten daar weer gaan zoeken, dan is het een hele dure advertentie. En daar ja, straft Google je ook op door de klikprijs hier te verhogen. Dus hoe relevanter jouw bestemming is voor het verkeer naar je website. Hè, dus ze zoeken hier op broekinkorten. Vervolgens komen ze op een pagina terecht over broekinkorten. Dan is het een heel gunstig tarief. Heb je hier een advertentie met broekinkorten. En je komt hier vervolgens terecht met sportschoenen. Ja, dan ga je en veel geld betalen. En dan zegt Google op een gegeven moment: joh, die advertentie die klopt niet. Dus hou er eventjes rekening mee. Advertenties op social media kunnen natuurlijk ook. Zal ik hem even hieronder zetten zo: Ads. En. Het flauwe is, het lijkt heel betaalbaar, hè? misschien ken je het wel, dan zit je te scrollen of dan krijg je een aanbieding van zo'n platform met hé, hey, uh, adverteer nu uh, uh, 5000 bezoekers voor 7 euro of uh, uh, krijg je meer zichtbaarheid en meer groei met je kanaal als je nu betaalt aan ons en nu adverteert. En het lijkt heel verleidelijk en dat snap ik, alleen in eerste instantie zou ik eventjes twee dingen willen opsplitsen. Als je adverteert op social, dat is mijn persoonlijke tip, adverteer alleen bij je volgers. Ads, volgers. Niet random. Mijn persoonlijke tip hoor, en dat ligt ook een beetje aan je product en dienst natuurlijk, hè, dat snap ik ook wel. Maar over het algemeen, voor een beetje gemiddeld bedrijf, is het interessanter om het zo te doen. Adverteer dus niet bij, het, bij de massa. Want ze zeggen we heel leuk, hè, die voorstelling, die grafiekjes met de. Uh, geef nu 10 euro per dag uit en dan krijg je gemiddeld zoveel conversie en zoveel kliks en zoveel. Uh, ja, dat is wel zo, maar je moet er eventjes van uitgaan. Dit zijn advertenties die mensen krijgen te zien terwijl ze scrollen. Dus stel, ik heb ooit een keer in het verleden schoenen gekocht... omdat ik op een advertentie klikte over schoenen... en uiteindelijk heb ik daar schoenen gekocht. Dan weet een social media platform ergens in hun algoritme... hé, hey, Timo, die houdt van sportschoenen, want hij vindt ook Nike leuk... en hij vindt ook dit leuk. En dus, we gaan een advertentie laten zien van nou, wat je te bieden hebt. Ik uh, wil helemaal niet zeggen dat ik daar interesse in heb. Hij wil helemaal niet zeggen dat ik daarmee... Uh, nu bezig ben. Ik krijg het zien en dan moet je dus maar hopen... dat ik eigenlijk denk, oh nou, hier was ik inderdaad naar op zoek. Dit wil ik wel hebben. Ik zat er net aan te denken. Klik. Maar dat gebeurt niet vaak. Het gros van de mensen die is daar niet mee bezig. Dus die worden overvallen met zo'n advertentie. Denk denken, leuk, scroll. Ja, zal wel, scroll. Ja, is niks voor mij. Scroll. Dus je hebt heel veel weergaven en relatief weinig relevante kliks. Dat is het nadeel nou hiervan. Doe je diezelfde ads onder je volgers... Stel, ik volg Nike en die hebben een advertentie of een post gemaakt over een artikel wat, waarvan ze zeggen dat is nieuw, dat is hip, dat is limited edition. En daar gooien ze vervolgens wat advertentiebudget tegenaan. Dat die dus wat meer zichtbaar wordt onder de volgers, of vaker zichtbaar bij de volgers. Dan kan het wel interessant zijn. Maar dan denk ik, hé, hey, Nike limited edition, ja, ik ben wel fan van Nike. Ah ja, ah ja ziet er wel goed uit. Ja, nou, het zal wel. Hup, een paar dagen later weer, zie ik hem weer voorbij komen. Hé, hey, is gewoon een geinige schoen. Hé, oh het ja, ziet er wel leuk uit, ja. Hup, drie dagen later kom ik weer terug. Hé, hey, is leuk. Hé, hey, je had die er ook gekocht? Ja, ik heb ook gekocht. Oh, ja, ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Klik, klik, klik. Het kan bij de derde keer zijn, het kan bij de twaalfde keer zijn. Maar doordat die advertentie bijvoorbeeld een paar maanden lang... ...continu aanstaat onder je volgers, heeft het veel meer waarde. Want die mensen zijn al fan van je. Die krijgen het dan te zien. Die denken, ja, nou, ik mag jou al. Ik vind je bedrijf al leuk. Dus ik wil het wel zien. Als ze vervolgens je bedrijf unscriben, unliken, stoppen met volgen, dan zien ze die advertentie ook niet meer. Dat is het voordeel. Dus, dus die keuze maakt hij alvast voor jezelf door goed na te denken: oké, okay, als ik ads geplaatst op social media, ja, die mensen die worden overvallen met een advertentie. Je loopt door een winkelstraat en iemand zegt: Hé, hey, hé, hey, wil je dit kopen? Hé, hey, wil je dit kopen? Hé. Hey. Uh, nee, je kent ze misschien wel, die mensen met zo'n dagblad die dan voor zo'n winkel staan dat je denkt: nee. Terwijl als jij nu zoekt in de zoekmachine, um, misschien heel ouderwets hoor, maar uh, abonnement krant, eh, uh, de krant abonnement bestellen online, uh, de krant thuis ontvangen, zulke relevante zoekopdrachten, en je komt dan op een pagina en die gaat over hoe je een krant kunt bestellen of welke soorten kranten er bij jou in de regio zijn of welke landelijke krant je kunt bestellen. Dan is het veel doeltreffender. Als dat je als random persoon zit te scrollen en één keer krijgt in beeld: wil je een krant bestellen? Nee, natuurlijk wil ik geen krant bestellen. Volgende, volgende, volgende. Terwijl, stel, ik vind een bepaalde krant leuk, ik volg die krant online op social media en ik krijg vervolgens de advertentie: hey, wil je nu onze krant ook in je brievenbus ontvangen? Dat kan nu voor een tientje voor de eerste vier weken. Oh, nou ja, oh, waarom niet? Klik. Zie je het verschil wat ik probeer uit te leggen? Dus. Ga er niet blind vanuit dat deze advertentie meteen geld oplevert. Ga er niet vanuit dat zij uh, de beste campagne voor je neerzetten. Want zij denken niet vanuit jou als ondernemer, vanuit jou als bedrijf. Zij denken vanuit: oké, okay, we maken je gewoon zichtbaar, we zorgen voor wat kliks en we zorgen ervoor dat je geld aan ons geeft. Dat is het voornaamste uitgangspunt. En natuurlijk doen ze wel een beetje hun best, maar ze doen natuurlijk nooit zoveel hun best. dat jij daar echt heel erg goed van wordt als je er zelf niet naar omkijkt. Je moet er zelf ook naar omkijken. Dus. Ads social, ads in de zoekmachine. Die is dus heel interessant. Het kan maar zo zijn dat je hier 10 euro per dag uitgeeft en dat daar omzet uit komt en dat je hier 10 euro per dag uitgeeft. Dat je wel heel veel bezoekers hebt, maar dat er niks gebeurt. Dus hou dat eventjes goed in de gaten. En dan hebben we eigenlijk er nog één. En ik noem dat eigenlijk ja derden. Of noem dat partners. Dat zijn eigenlijk mensen die doorverwijzen naar jou. Die bijvoorbeeld zeggen. Oh, heb je dat nodig? Oh, dan moet je even daarheen. Oh, dan moet je even naar deze website. Oh ja, weet je wat? We zetten een linkje op onze website naar jouw website. Dat is een aanbeveling in de breedste zin. Dit kan een persoon zijn. Ja, dit kan een persoon zijn of een bedrijf. Maar dit kan ook een website zijn. Ja, dit kan ook zijn dat je bijvoorbeeld op marktplaats adverteert. Ja, dat is ook wel een beetje advertenties, maar dat zijn wel derden. Het kan ook zijn dat je weet ik wat. Ergens een bord heb hangen langs de weg of bij de sportclub. Hè, dit zijn eigenlijk allemaal andere vormen van traffic verkeer naar jouw website. En de kans is heel groot dat die mensen, want die mensen zetten gewoon je homepage vaak in hun verwijzing, in hun linkje, in een kaartje wat ze geven, dat ze terechtkomen op je homepage. Dus weet je daar bewust van. De mensen die je hier vandaan krijgt, komen vaak gewoon op je homepage. Dus zorg dat die homepage ja, voor een dekkende lading zorgt voor die mensen. En misschien kun je het wel zo regelen met die partijen dat ze een specifieke link van een landingspagina er neerzetten. Of dat je hier bijvoorbeeld zegt: Joh, ze kunnen gratis PDF downloaden, die staat op mijn website. Ik geef je even de exacte link. Oh, dat is goed. Dan staat hier: Download de gratis PDF van onze klant of van onze leverancier. Uup, komen ze hier. Snap je dat? Scheelt een klik. Denk er even over na, hè. dat scheelt een klik. Mensen hebben niet zoveel zin om te klikken. Bij elke klik gaan ze dieper, dieper, dieper en eigenlijk hebben ze daar helemaal niet zoveel zin in. Ze willen gewoon snel geholpen worden, want nogmaals, die aandachtspannen van de mensen is heel kort, heel klein. Dat zijn eigenlijk de basisonderdelen om meer verkeer te krijgen. Adverteren, organisch, hè, organische SEO en natuurlijk organisch kan ook via social media. Alleen daar heb je ja, soms het risico dat je daar niet goed. Wordt meegenomen in de verspreiding. Ja, dat je ene post duizend uh, views in één keer heeft, maar dat je andere post gewoon blijft hangen op 100 views. Ik hé, hey, waar gaat het fout? Ja, misschien ben je net niet relevant, misschien lijkt er al heel veel content op. Misschien ja, ben je toch in strijd met de community richtlijnen. Ik weet het niet. Het kan van alles zijn. Dus leuk dat je daar bent. Goed dat je daar zichtbaar bent. Zorg dat je daar actueel blijft, maar leun er niet te veel op. Hetzelfde met die advertenties. Begrijp goed waar het om in zit. En als je dan zegt, ja, maar ik heb gewoon heel weinig volgers. Ja, ja, prima, is niet erg. Dat groeit wel. Maar je kunt beter hebben dat ze oprecht groeien en dat je goede mensen hebt, dan dat ze geforceerd groeien. En dat je eigenlijk mensen hebt die je helemaal niet op je pagina wilt. Dus die zoekmachineoptimalisatie is wederom heel belangrijk. Want hier zoeken mensen specifiek op een probleem. hey help mij. Help mij. Ik zoek een oplossing. Dat zoeken ze. Ik heb een vraag. Waar is het antwoord? Oh, daar. Hey, op de website. Hey, een opt-in. Hey, snap je? En dan komen ze in het aankoopproces of in je webshop, of ze doen een aanvraag voor een kennismaking of ze downloaden iets. Maar hier kun je de beweging zetten. En zelfs als Google AdWords je blokkeert, kan het maar zo zijn dat je zoekmachine geoptimaliseerde content nog steeds zichtbaar is. Sterker nog, als Google jou zat is, en dat zal niet zo snel gebeuren tenzij het heel bond maakt, dan nog heb je andere zoekmachines. En dan nog kunnen mensen direct naar jouw website toe. Dus ook al ga je uit die website hier, kunnen ze alsnog jouw website direct benaderen. Dus die website is waardevol. En om eventjes een stukje traffic terug te pakken op je opt-ins, heb je misschien in een andere video ook gezien, als jij je mailinglijst op orde hebt, dus je zorgt ervoor dat je die die nou, naam en e-mail hebt van mensen. Ja, dit moet een ad zijn. Zo, ik zal het mooi maken. Naam en e-mail, dan kun je die mensen hè, dus eigenlijk omzetten in traffic. Traffic, hè, ik zal hem hier eigenlijk even erbij zetten. Je mailinglijst. Dan snap je misschien wat ik bedoel. Je mailinglijst is ook gewoon traffic. Deze pakt niemand van je af, helemaal niemand. Google kan boos op je zijn, social media kan boos op je zijn, iedereen die kan klaar met je zijn, partners kunnen ruzie met je hebben. Maar die mailinglijst, die is van jou. En als je daar wat heen stuurt en zegt, jongens, ik heb nu een aanbieding. schrijf je nu in. Ik heb een early bird korting. Hé, hey, er komt binnenkort een deal aan. Up naar je website, die is ook van jou. Krijg eens op, stuur ze naar landingspagina, stuur ze naar salespagina. En dan heb je weer omzet. Dit trucje. Is helemaal niet moeilijk. Dit is gewoon, hoe krijg ik verkeer op mijn website? Hoe krijg ik verkeer naar mijn bedrijf? Begin hier eens mee. En die CEO, dat heb ik ook natuurlijk in een andere video al uitgelegd. Dat is die kennisbank, hè. Deel kennis, deel waarde, deel informatie. Dat zal heus niet in één nacht gebeuren. Zorg ervoor dat je gewoon elke week daar een beetje aan bouwt. Geef het gewoon weg. Geef het cadeau. Je hoeft niet tot details alles cadeau te geven, maar in grote lijnen. Zodat mensen weten, hé, hey, jij verstaat je vak. Je weet wat je moet doen. Je weet hoe het werkt. En dat je dan vervolgens zegt, nou als je dat echt wil dan moet je me inhuren of dan moet je iets bij me kopen, er snapt iedereen. Maar je moet in ieder geval laten zien dat je het in huis hebt. En dat je niet alleen maar wat roept met, oh ik ben de beste verkoper. Nou laat ze wat zien dan. Uh, ja, nee, dat kan ik niet. Oh ik ben de beste interieurspecialist. Oké, okay, wat heb je dan al gedaan? Nee, nee, dat ga ik niet delen. Nee, alleen als je klant wordt dan uh, ga ik het laten zien. Dat werk ik niet. Dus je moet ook wel delen. En dat kan natuurlijk heel goed op social media om te prikkelen. Heel goed bij je volgers om ze een beetje te stimuleren. Maar uiteindelijk, mensen die specifiek zoeken, de kans dat zij iets gaan kopen is vele malen groter dan mensen die je volgen op social media. Want die zijn al druk op social media. En je wilt die mensen hebben die gewoon heel specifiek een zoekopdracht doen. Oh ja, ik zoek dit. Hé, hey, advertentie. Hé, hey, een kennisblog. Hé, hey, een video. Hé, hey, dat wil je hebben. Dus werk eraan. Ga ermee aan de slag. Dit is hoe je het meest makkelijke verkeer krijgt naar je website. En vervolgens iets bouwt, hè, dat is die mailinglijst, wat je ook op de langere termijn hebt zonder dat het je geld kost. Dus ook al loop je nu een beetje leeg op die advertentiekosten, ja dat kan gebeuren, maar als je die lijst maar bouwt, dit is indirect gewoon geld waard. Want als je dan vervolgens een relevante ja, groep aan volgers opbouwt, je hebt een goede landingspagina, een goede salespagina, en je stuurt ze daar een keer, het zijn natuurlijk stapjes, maar je stuurt ze daar uiteindelijk een keertje heen, dan gaan ze heus wel bij je kopen. En dan verdient die lijst zich gewoon makkelijk terug. Dus zorg ervoor dat je aan die lijst bouwt, zorg ervoor dat je hiermee aan de slag gaat. Mocht je nou niet weten hoe, ik zet eventjes in de omschrijving zet ik ook een link van een tool die ik hiervoor gebruik, dan kun je daar zelf mee experimenteren, want dit is niet moeilijk. Nogmaals, het is niet moeilijk. Je moet alleen beginnen. Dus begin vooral. Ga niet denken dat je van de een op de andere nacht het allemaal perfect hebt en tot in de details allemaal kloppend hebt, want dat gaat niet gebeuren. Je moet stap voor stap moet eraan bouwen en stap voor stap wordt het beter, groter en sterker. Maar dan moet je wel aan beginnen. En als je nu denkt, goh, wat was ik vorig jaar? Wat was ik toen aan het doen? Waarom heb ik toen niet actie ondernomen? Dat is nu hetzelfde moment. Nu, begin nu, zodat je volgend jaar erop terugkijkt en dat je denkt, oh ja, na die video van Timo, toen ben ik eindelijk eens een keer een andere strategie gaan hanteren. En toen dacht ik uiteindelijk van, oh, wacht eens even, dit werkt wel heel goed. Hey, ik ben nu twaalf maanden verder. Ik heb heel veel volgers. Ik heb heel veel abonnees. En ik heb verkopen, of ik heb aanvragen, of ik heb meer relevante bezoekers die ook iets doen op mijn website. En niet alleen maar kijken en vervolgens weer weggaan. Tot zover mijn uitleg over hoe je verkeer krijgt op je website. Mocht je hier nou vragen over hebben, stuur me even een berichtje. In de omschrijving vind je ook de link naar de tool die ik hiervoor gebruik. Dus klik er gerust op en dan kun je zelf experimenteren. En als er wat is, laat het me eventjes weten. Bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet te liken.